Welkom bij Studio Smink. Klaar? Smink je maar. Wie komt daar uit de onderwereld gekropen? Het is Memoraya. 1. We beginnen met een sponsje met licht oranje verf om het gezicht in te kleuren. Let op, het voorhoofd vullen we niet helemaal in. Sla in het midden een stukje over in de vorm van een driehoek met de punt naar beneden. 2. Neem een nieuw sponsje met witte verf en vul de driehoek op het voorhoofd in met witte verf. Ook aan de twee mondhoeken tekenen we een schuine, dikke, witte streep naar beneden. 3. We geven de witte vlakken nu wat meer diepte met donkerbruine verf. Neem een penseel en teken een lijn aan de buitenkant van de driehoek en de twee strepen. Vervaag de lijntjes door met je sponsje de verf een beetje uit te wrijven. 4. Teken met het penseel met donkerbruine verf twee rijen met drie halve cirkeltjes in de grote witte driehoek. 5. We gaan verder met de ogen. Neem een sponsje met rode verf en kleur de oogleden in, net alsof je oogschaduw aanbrengt. Dat begint al griezelig te worden. 6. Teken met een zwart penseel een lijntje boven je oog, net boven je eigen wenkbrauwen. Nadien teken je ook de linker wenkbrauw. We zijn er bijna. 7. Ten slotte teken we nog een lijntje zwarte eyeliner op de oogleden met hetzelfde penseel. Wauw! Memoraya dwaalt rond in Schemermeer. Roep snel de nachtwacht! Benieuwd in welk personage je jezelf nog kan omtoveren? Kijk dan zeker naar de volgende aflevering. Tot de volgende keer. Tot de volgende Studio Schmink.